Dit is natuurlijk Willem Holleder. En laatst hebben we daar een uitgebreide video over gemaakt. En jullie vroegen massaal allemaal om een deel 2. U vraagt, wij draaien. En daarom vandaag deel 2, waarin we dieper ingaan op de jeugd van Willem Holleder. Want hoe werd Willem nou eigenlijk de crimineel die hij is geworden? En hoe was hij als kind? En hoe ging dat dan? En daarom vandaag in deze video de jeugd van Willem Holleder. Eerst even aandacht voor de sponsor van deze video en dat is Crimibox. En dat betekent dat jij zelf thuis aan de slag kan gaan als onderzoeker, als detective eigenlijk. Dus er zijn meerdere boxen beschikbaar via de link in de beschrijving. En als je die koopt, dan kan je thuis met je vrienden aan de slag om zelf een zaak op te lossen. En we gaan ook één box weggeven aan een kijker. En dat betekent dat jij mij even een berichtje moet sturen op Instagram, waarbij jij mij vertelt waarom jij zo'n goede detective zou zijn. Laat dat weten en dan stuur ik naar één van jullie, naar het beste antwoord, zo'n toffe crimibox op. En kun je niet wachten? Dan zou ik zeggen, check de link in de beschrijving, haal een box en ga zelf op onderzoek uit en test hoe goed jouw detective skills eigenlijk zijn. En dan gaan we nu door met de video over Holleder. Willem Frederik Holleder wordt geboren op 29 mei 1958 in Amsterdam. Hij groeit op in de Jordaan en zijn gezin bestaat uit vader, moeder natuurlijk en zijn twee zussen Astrid en Sonja Holleder. Maar wat veel mensen niet weten is dat hij ook een broertje heeft, Gerard. En Holleder is als kind eigenlijk heel rustig, netjes en zelfs verlegen. Kort gezegd, het is een netjes en keurig gezin. Althans, dat lijkt aan de buitenkant. Zijn vader hield van wielrennen en werkte in een bierbrouwerij van Freddy Heineken. En zijn vader was eigenlijk een hele rustige, nette, aardige man. Zo zegt een oud medewerker dat als de man op het werk kwam en hij ging daarna naar huis, dat hij altijd netjes zijn auto nog even poetste, de lichten van de auto, voordat hij dan weer naar huis reed. Een man die bekend staat als een fijne, goede collega. Hij is goed in zijn werk en daarom wordt de vader van Holleder uiteindelijk ook de privéchauffeur van Freddy Heineken. En de moeder van Holleder is een aardige, lieve, betrokken moeder. Die verantwoordelijk is voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. En dan gaat Holleder naar de MAVO. En daar leert hij een bijzonder iemand kennen. Wat later zijn allerbeste maatje zou worden. Ik heb het over Cor van Hout. En waar het gezin van Holleder eigenlijk een net gezin lijkt, is dat bij Cor van Hout toch echt even anders. Cor van Hout, zijn vader, verlaat het gezin namelijk al als Cor nog maar een peuter is. Dat betekent dat Cor dus opgroeit zonder vader. Er is wel een stiefvader, maar die zit in de criminaliteit en zit dus vaak vast. En dat zorgt ervoor dat Cor van Hout eigenlijk vanaf jongs af aan al in aanraking komt met het criminele leven. En dat ook van dichtbij meemaakt. Willem en Cor zijn dan al wel allerbeste vrienden. Zo kijken ze graag naar dure auto's en dromen ze ervan om uiteindelijk ook in zo'n auto te mogen rijden. Willem gaat steeds meer om met Cor van Hout. En zo leert Willem ook de vrienden van Cor kennen. Jan Boelaert en Frans Meijer. En die zijn stukken ouder dan Willem en dat vindt Willem maar al te interessant. En hoe netjes het gezin van Holleder ook lijkt aan de buitenkant, is er thuis tussen de vier muren van de woning toch echt iets meer aan de hand dan men op dat moment nog kan denken. Zijn vader ontwikkelt namelijk een drankprobleem. Hij wordt verslaafd aan alcohol. En wordt daar dan ook heel agressief van. En dat betekent dat het hele gezin eigenlijk gebukt gaat onder de agressie van de vader van het gezin. Zo is Willem als kleine jongen doodsbang voor zijn vader. En schijnt hij zelfs vaak onder het bed te liggen en te schuilen als zijn vader weer gedronken heeft. Zo beweren mensen dat de vader soms 's nachts thuis kwam en dan was het weer raak. Willem Holleder kreeg dan ook 's nachts weer klappen. Dan werd hij gewoon zijn bed uitgehaald en had hij het weer te voortduren. Maar Willem wordt natuurlijk steeds ouder en hij begint ook te trainen. Hij gaat om met zijn vrienden en wil sterker worden en groter.
En dat lukt hem ook. En dat wil Holleder omdat Willem dan sterker kan worden dan zijn vader. Als het dan weer raak is, kan Holleder terugslaan. Willem Holleder is steeds minder bezig met school en wordt dan ook steeds vaker opgehaald van school door Cor van Hout op zijn brommer. En het bijzondere is dat als Willem dan eindelijk zelf zijn rijbewijs heeft, dat hij eigenlijk direct in een dure auto rijdt. En Cor trouwens ook. Geld lijkt vanaf jongs af aan voor Holleder geen probleem te zijn. Maar hoe kunnen ze dan die dure auto's eigenlijk betalen? Nou, dat zit zo. Cor van Hout en Willem Holleder hebben, als ze jong zijn, een klein bedrijfje in de bouw. Dat gaat uiteindelijk failliet. En je moet je ook voorstellen dat die tijd heel anders was. En daar komt het volgende vandaan. Een knokploeg. Want in die tijd was er een groot krakersprobleem in grote steden. En dat betekent dat er heel veel panden leeg stonden en mensen in die panden gewoon gingen zitten, gingen wonen eigenlijk. En door de wetgeving kon je daar bijna niks aan doen. En dat zorgde ervoor dat die pandeigenaren eigenlijk gewoon mensen gingen inhuren om met geweld al die krakers uit hun panden te slaan eigenlijk. En dat deed Holleder, want Holleder was inmiddels natuurlijk getraind, groot en sterk. En dat komt best van pas als je een paar krakers uit een pand moet slaan. En dat zijn dan ook de eerste momenten dat Holleder eigenlijk in aanraking komt met de politie. Maar dan gaat het natuurlijk gewoon nog om een kraker die uit een pand is geslagen. En niet om grote criminele zaken. En vanaf dan wordt het ingewikkeld. Want er zijn nogal wat boeken, films, series en allerlei programma's gewijd aan de jeugd en aan de ontwikkeling van de criminele carrière van het groepje rondom Holleder. Maar wie schrijft nou wat waar is? En wat klopt er dan wel en wat klopt er dan niet? Nou, de vele verhalen die worden geschreven zijn dat er toen al heel veel overvallen plaatsvonden. Er moet natuurlijk een manier zijn geweest waardoor Cor van Hout en Willem zoveel geld konden verdienen. En het schijnt zo te zijn dat dat met gewelddadige, slimme, goed voorbereide overvallen is gebeurd. En dat zou al starten in de jaren 70. En vanaf dan lijkt het geld dan ook voor de heren binnen te stromen. Zo is er een spectaculaire overval die de boeken ingaat. De zogeheten speedbootoverval. Er wordt een overval gepleegd op een gemeente girokantoor, waar vervolgens de buit wordt meegenomen en er wordt dus gevlucht met een gestolen speedboot. En die buit is 600.000 gulden. De daders worden nooit gepakt. En daarna volgen er vele andere overvallen in dezelfde stijl eigenlijk. Het zijn gewelddadige, maar slim goed voorbereide overvallen, waarbij er ook wel echt geweld wordt gebruikt. Zo wordt er bij sommige overvallen zelfs geschoten op de politie. En de groep die deze overvallen zou plegen, die werkt altijd hetzelfde, altijd consequent. Zo zijn de overvallers, de daders, altijd vermomd met pruiken en maskers. Maar in die jaren staat de politie voor een mega raadsel, want wie oh wie zit er nou achter deze gewelddadige overvallen? En die overvallen gaan 6 jaar lang door. Een aantal jonge jongens die overvallen plegen en niemand weet wie ze zijn. En pas jaren later, na de Heineken-ontvoering, wordt er pas geschreven en worden er interviews gegeven en wordt er in de media onderzoek gedaan waaruit zou kunnen blijken dat de jongens Cor van Hout, Willem Holleder en dat hele groepje eigenlijk verantwoordelijk zou zijn voor deze overvallen. Maar dat wordt beweerd door de mensen jaren later. Oud-commissarissen, boeken zijn erover geschreven. Sommige heren hebben zelf iets geschreven. En hoe dit helemaal zit, is nooit echt duidelijk geworden, omdat er nooit een vervolging voor is gekomen vanuit politie en justitie. Dat betekent niet dat het niet waar is. Dat betekent wel dat er heel veel verhalen zijn door allerlei schrijvers. Er zijn boeken aangeweid, programma's, series. En zo heeft iedereen een kant van het verhaal eigenlijk toegelicht. Dus lijkt het aannemelijk dat dit diezelfde groep was. Maar het OM heeft dus nooit mensen vervolgd voor deze daden. Goed en belangrijk om te zeggen. En hun drang naar geld lijkt dan wel steeds groter te worden. Sterker nog, het lijkt het perfecte plan om eerst met overvallen heel veel geld te verdienen en dat geld te gebruiken voor een megaklapper. Een megaklapper die ervoor moet zorgen dat de heren nooit meer hoeven te werken. Een escape uit het criminele milieu om vervolgens een heerlijk leven te kunnen leiden. Ik heb het natuurlijk over de Heineken-ontvoering.
En zo zijn de geruchten ook dat dat geld van die overvallen daarvoor is gebruikt. Om die overval of om die ontvoering eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen plannen. Want daar was natuurlijk wel het nodige geld voor nodig. En die megaklapper, dat wordt uiteindelijk de ontvoering op meneer Heineken. En wil je meer zien over Holleder? Ben je benieuwd hoe dat allemaal is gegaan? Check dan de eerste video die we hierover hebben gemaakt. En laat vooral weten waar jij een true story uitleg over wil zien. Laat dat vooral hieronder weten. Abonneer op dit kanaal als je crime en misdaad interessant vindt. Doe een duimpje omhoog. Dan zeg ik tot de volgende video. Doei!